voor de DVS-TV-camera. Weer een nieuweling, Tim van den Berg. Wie is Tim? Ik ben Tim van den Berg, 23 jaar. Ik woon in Deventer. Ik kom zelf uit Maas in Utrecht. En nu ben ik hier. Je woont in Deventer. Woonde je al in Deventer toen je nog bij DHSC speelde in Utrecht? Nee, toen woonde ik nog thuis. En af en toe bij mijn vriendin in Twello. Dus nu zijn we samen in Deventer gaan wonen. Aha, samen wonen in Deventer. Ja. Oh. Moet er toch aan geloven. Ja, zeker. Hok. Goed. Nou, Deventer een mooie plek natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Zo nu dan maken die supporters daar wel een beetje ruzie op die diverse pleinen, of niet? Ik zag het laatst, ja. Tegen Heerenveen, hè? Ik dacht het wel, ja. Maar ja, goed, dat is niet waarvoor je hier gekomen bent. Nee. Werd je benaderd door de DVS zelf? Ik heb denk 2 jaar geleden al contact met Edmond gehad. Toen mijn contract bij Heracles afliep. Maar toen zat ik ook nog met blessure. Dus wou ik wat meer in de buurt in Utrecht spelen. En eigenlijk toen ik naar Deventer ging verhuizen, hebben we weer contact gehad met ik en Edmond. En zodoende het balletje gaan rollen eigenlijk. Vertel eens wat over je carrière tot nog toe. Ik ben begonnen bij OSM. Toen ben ik op mijn 14e ben ik naar Elinkwijk gegaan. Toen heb ik daar een aantal jaren gespeeld. Toen ik 18 was, ging ik naar Heracles. Daar heb ik 3 jaar gezeten. En toen DHSC. En nu hier. Bij Jong Heracles? Of heb je ook nog het eerste gehaald? Ja, het was, laat maar zeggen zo, het was 1 grote groep. En daar deed je alles mee. Dus de wissels van 1 die speelde ook bij Jong. Want wij hebben ook niet echt een jeugd gehad toen. Nee. Dus ik zat wel vaak op de bank. Ik heb volgens mij 7 potjes bij 1 mogen spelen. En voor de rest speelde ik mijn wedstrijd in Jong. En toen DHSC. Ja. En daar natuurlijk wel een heel mooi jaar gehad, wat helaas niet bekroond kon worden, geloof ik, hè? Nee, klopt. Nee, dat was zonde. Maar ja, achteraf, iedereen heeft er last van gehad. Ja, zo is dat. En je bent nou een paar maandjes hier bezig. Ik denk 1 of 2 of zo, hè? Ja, klopt. Ja. En geniet je er een beetje van, of niet? Ja, zeker, zeker. Ik heb ook nog een tijdje thuis gezeten met corona natuurlijk. Wat tussendoor kwam. En ja, weinig gespeeld. En, maar zeker een leuke groep, mooie club. En ja, ik geniet er zeker van. Inderdaad, een beetje een ongelukkig begin. Ja, zeker. Maar je hoopt natuurlijk dat je er langzaam maar zeker wel in komt. Wat is de positie waar je het liefst speelt? Positie centraal achterin of op 6. En ja, daar moet ik nu mijn eigen plek voor gaan vechten. Daar moet je hard voor vechten. Zeker, ja. Heb je zelf ook die idee? Die er staan, die doen het goed op het moment. Dus, ja. Wat is jouw persoonlijke doel voor dit seizoen? Ja, op dit moment in het team proberen te komen. En ja, met het team zo hoog mogelijk eindigen. Leuk voetbal spelen. Dat achteruit spelen vind ik allemaal niks. Dus daarom ben ik wel blij dat ik hier zit. Beetje vooral voetbal, niet dat lange ballen en dat soort dingen. En ja, gewoon verder blijven ontwikkelen. Zeker. Dan zien we wat schips eraan. Genieten van het spelletje, dat blijft natuurlijk het centrale punt. En dan komt de rest gewoon vanzelf, ja, denk ik. Ja, dat is het belangrijkste, zeker. Ja? Oké. Okay. Hey, ik hoop dat we nog enorm kunnen genieten van jouw spel. Ja. En ja, dat je toch die basisplaats gaat veroveren. We gaan het zien. Ja. Heel veel succes ermee. Dank u wel. Okay.